Over de hele wereld wordt morgen lepradag herdacht. Deze ziekte wordt ook wel de vergeten ziekte genoemd. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan lepra-patiënten en ex-lepra-patiënten. Ook wordt stilgestaan bij de bewustwording over deze ziekte die nog steeds in een taboesfeer zit. Microbioloog Ricky Stuttgart vindt het belangrijk om de gemeenschap goed in te lichten over lepra. In eerste instantie is het een, wordt op de laatste zondag van januari lepra herdacht, althans een, ze noemen het ook de vergeten ziekte en een herdacht. De bewustwording, niet alleen in Suriname, maar in de hele wereld kenbaar te maken, zodat op die dag er speciale aandacht komt voor lepra patiënten en ex-lepra patiënten. Maar het wordt ook die dag wordt ook genomen om mensen die dus lepra hebben, om ze eigenlijk er bewust van te maken dat die stigma die erom te heerst, dat die niet hoeft. Besmetting vindt plaats door middel van menselijk contact. Het is daarom belangrijk om goed op de hygiëne te letten, benadrukt Stuttgart. Er wordt aangegeven dus dat via je neus, als je dus en als je in contact bent gekomen met snot. En wanneer ik dus denk aan snot, dan denk ik bij wijze van spreken, ergens heeft iemand die gehoest heeft, snot achtergelaten. En je bent met je lichaam, voornamelijk je huid, in contact gekomen. En dan heb je je op die manier besmet. Dus dat is wat ik verwacht. Dus waar die besmetting plaatsvindt. Interessant te vermelden is, dat men zegt, en daar vind ik een beetje een tegenstrijdigheid, dat mensen die in nauw contact zijn met lepra patiënten 5 tot 8 maal meer kans oplopen om lepra op te lopen. En tegelijkertijd zegt men ook, de wetenschap ook, dat bij goede behandeling, bij goede hygiëne, mensen met lepra gewoon met hun familie kunnen leven, met naar school kunnen gaan, naar het werk kunnen gaan. Het lijken op twee tegenstrijdige zaken, maar ik denk dus dat wat in het midden is, is dat hygiëne hoog in acht moet worden genomen. Want er wordt gezegd bijvoorbeeld handjes schudden en seksueel contact. Dat heb je geen, dan krijg je geen lepra. En als je dus toch wel via je neus dan wel in contact komt met snot, dan denk ik dus dat hygiëne van eminent belang is. Tot zover microbioloog Ricky Stuttgart. Hij sprak over Wereld Lepradag, die morgen wereldwijd zal worden herdacht.